Ik heb het gevoel dat jij zaterdagavond in de spits gaat starten. Het zou lekker zijn. Want? Ja, dan speel ik, dus het zou mooi zijn. Die twijfel heb je toch nog? De trainer heeft nog niks bekendgemaakt, dus ik heb geen idee. En dan in het Radverlegstadion als spits tegen je oude ploeg, waar deze week veel commotie over is. Hoe beleef jij dat? Ik heb het gewoon uitgelegd hoe het zat en ik denk dat het prima is. Ik denk dat het nou ook wel klaar is. Wat ik net ook al zei tegen een collega, we moeten zorgen dat we bij NAC uit kan het ook altijd een beetje spook in het begin. We moeten gewoon zorgen dat wij gewoon rustig zijn en die wedstrijd gewoon spelen zoals we nu van tevoren hebben bedacht hoe we hem willen spelen. En dan maken we een goede kans, denk ik. Maar knikken de knieën bij jou of niet? Nee. Verwacht je wel een lading bier naar beneden als je de winnende maakt? Nou, ik hoorde wel dat ze iets ludieks gingen doen, dus dat vind ik wel leuk. Heb je gehoord? Nee, geen idee. Iets ludieks, zei Ronald van Omroep Brabant. Dus ben benieuwd. Hoe reageer je daar als speler op? Ben je ermee bezig? Raakt dat jou? Of zeg je van, nou, ik ben een type Mark van Bommel, ik word er misschien alleen maar beter van? Nou ja, ik had vorig jaar ook al mijn moeder een bepaald beroep had waar ik niks van af wist. Dat werd me ook duidelijk gemaakt de hele wedstrijd. Vraag je dat dan na of niet? Nee, maar kijk, ik kan er wel tegen op zich. Het is prima. Vind je wel zo'n speler die daar sterker van wordt? Nou, ik speelde ook wel lekker die wedstrijd, ja. Goeie voorbode. Ja, dus ik zou het niet doen als ik hun was. En dan als spits? En je eerste goal? Ja, nogmaals. Ja, kijk, het is of Björn of ik. Dus ik weet niet, dan hoor ik morgen wel, denk ik. Maar je bent er klaar voor? Ik ben er klaar voor, ja.